Ik kwam in hierheen rijden en dan zie ik mensen voor de deur op een stoel zitten voor de kroeg een sigaretje te roken. Het lijkt wel of je mee laatst bent. Enkele honderden mensen hebben donderdagavond gedemonstreerd tegen het rookverbod in de horeca. De demonstratie was georganiseerd door enkele kroegen die zeggen dat door het rookverbod de kleine cafés op de fles gaan. Ook zou de sfeer in de kroegen nu slechter zijn. Op de Grote Markt spraken verschillende horecabazen de demonstranten toe. Klakkeloos heeft men bewijsmateriaal geaccepteerd, zoals dat door de minister, lees anti-rokenlobby, als verdediging van deze anti-rookwet werd aangedragen. De wet economische delicten, waarvoor bij ons nu ineens 16.000 euro boven het hoofd staat. Hoezo rookpot? Dat worden rookemmers straks. Bij mij staat er geen één. Maar ik wil wel even zeggen dat meneer Klink dat zelf heeft uitgelokt. Want hij zegt dat bij de grote buurman wel gerookt mag worden in een rookhok, afzuiging of niet. De tocht startte op de Grote Markt en ging langs 10 cafés die het verbod negeren en de asbakken weer op tafel hebben gezet. Behalve verstokte rokers deden ook bezorgde café-eigenaren uit andere steden mee aan de optocht. Uit onder andere Heerenveen, Venray en Leiden. De demonstratie in Groningen is een opmaat voor het landelijk protest tegen het rookverbod. Volgende week zaterdag op het Malieveld in Den Haag.